De politie controleerde het afgelopen jaar meer bestuurders op alcoholgebruik dan vorig jaar. Maar de politie controleert vooral overdag en dat is net niet het moment waarop bestuurders een glaasje te veel op hebben. Wel, het is belangrijk om te weten dat inderdaad 70 tot 80% van alle controles worden uitgevoerd overdag. Daar dat wij vaststellen dat eigenlijk vooral in het weekend en dan tussen 22 uur 's avonds en 8 uur 's morgens de ongevallen gebeuren met bestuurders die alcohol geïntoxiceerd zijn. Dus tot in 35% van de gevallen zijn daar bestuurders betrokken die dronken zijn. Op deze manier komt er nooit een gedragsverandering, klinkt het. En dus wil de politievakbond meer manschappen en geld. De meeste gemeenten kampen natuurlijk met personeelsgebreken en met financiële tekorten. De overheid vraagt alsmaar meer controles, maar zet niet genoeg in op personeelscapaciteit en financiële middelen. Waardoor dat de gemeentes natuurlijk voor een gemakkelijkheidsoplossing kiezen. Het heeft geen zin om heel veel manschappen in te zetten als er weinig verkeer is en weinig verkeer is op de baan gedurende de nachten. En dus dat is eigenlijk de afweging die gemaakt wordt. En ik denk dat ook in de provincie Antwerpen we echt wel mogen vanuit gaan dat in de weekends, wanneer er heel veel verkeer op de baan is, gecontroleerd wordt. Dat er dan goed gecontroleerd wordt en ook wanneer er een ongeval veroorzaakt wordt. In de politiezone Antwerpen is de pakkans nog het grootst met 78 nachtelijke vodka-acties afgelopen jaar. Maar het zijn dus vooral de politiezones in de gemeente die daarvoor de middelen niet hebben.